Mijn naam is Bram Hart. Ik ben vandaag langs geweest bij Marion van den Berg. Zij is leidinggevende binnen CZ. Zij merkte een duidelijke ontwikkelbehoefte en het verlangen om vanuit zelfvertrouwen te werken aan een volgende stap binnen haar team. Zij is hier vervolgens over in gesprek gegaan met Marlijn Training. Gaandeweg al pratende kwamen we eigenlijk achter van, goh, hè, als een groep medewerkers intern daarmee gaat starten, dan is het misschien ook handig als we parallel daaraan hun teamleiders meenemen. In het proces en in de training van deze medewerkers gaan aan de slag met hun eigen toekomst en met hun eigen duurzame inzetbaarheid. Die hebben misschien ook behoefte aan een bepaald soort manier van gesprekken. Ja. Misschien is het goed om bij teamleiders dat soort op te frissen. Vond ik voor mezelf ook heel relevant, dus die training heb ik dan ook gevolgd. Een aantal medewerkers van mij zijn eerste training gaan volgen en die waren al een stukje onderweg. En vervolgens hebben we hier in het pand op kantoor een trainer van Marlijn over de vloer gehad, die ons in twee dagen eigenlijk meenam in theorie omtrent gespreksvoering over in beweging komen richting ander werk en het begeleiden van mensen. Nou, wat heel mooi was en heel fijn was als leidinggevende is dat je ook meekrijgt, want het was dezelfde trainer als degene die onze medewerkers trainde, waar de medewerker allemaal mee te maken kreeg in die training. Ja. En dat maakt het openen van een gesprek makkelijker, want je kunt meteen rechtstreeks vragen naar van, goh, jullie zijn met verschillende hoeden bezig geweest, welke hoed heb jij vandaag op? Ja. Dat is dan weer een heel inhoudelijk stuk van die training, maar dan weet zo'n medewerker meteen van, hey, jij weet waar ik mee bezig ben geweest, dat maakt het gesprek makkelijker en ook de stap richting van, oké, wat haal je er nou voor jezelf uit en welke richting zit je aan te denken, hoe kan ik je daar nog bij ondersteunen? Dus dat is een heel groot voordeel van het hebben van dezelfde trainer als leidinggevende. En hoe was het, los van de medewerkers, hoe was het om met de andere leidinggevenden in het traject te zitten? Dat was heel fijn, ja. Je krijgt automatisch gesprekken op gang over bepaalde casussen en bepaalde situaties. Daarbij heb je veel herkenning in wat een ander bijvoorbeeld zegt. En merk je van, hey, als leidinggevende lopen we best wel tegen watzelfde dingen aan. Alleen die vliegt het net even iets anders aan als ik. Ja. En misschien is dat wel voor een bepaald persoon een betere methode. Dus je leert ook heel veel van elkaar in zo'n training. Ja. En dat is echt heel fijn om te doen met je collega's. Eén, dus het besef van, hey, het is helemaal niet zo raar waar ik tegenaan loop en het is niet uniek. Mm-hmm. En de andere is andere inzichten, andere invalshoeken, een andere manier van kijken naar een onderwerp. En daarbij dus je mogelijkheden uitbreiden van wat je allemaal hebt om in te zetten. Wat ik heel erg waardevol vond, ook om samen te doen, was het stukje met een trainingsacteur. Ja. Waarbij je dus een daadwerkelijke casus inbracht richting de acteur en die opnieuw ging doen. En daarbij dus feedback krijgt van je collega's van, maar ik zie jou dit doen. Of waarom doe je dit zo? Of heb je eraan gedacht om dit zo te doen? Dan merk je wel van, oh ja, dit doe ik vaker en hier loop ik vaker tegenaan en dat loopt eigenlijk helemaal niet zo soepel. Dus dat zou ik eigenlijk anders willen, maar dat lukt nog niet zo goed. En door zo'n trainingsacteur word je met je neus op een feit gedrukt van ja, dat loopt zo, dat herken ik. En je collega's helpen je dan in de feedback om daar anders mee om te leren gaan. En dat is heel fijn. En als je nou kijkt naar het effect van de training, om terug te pakken naar het originele doel, merk je dan dat er iets anders is? Dus dat is eigenlijk tweeledig. Ik heb natuurlijk mensen in mijn team die parallel de andere training volgden. Yeah. Daarmee was het gesprek heel makkelijk en dat waren er op dat moment twee. En beide zijn ook echt heel goed met hun duurzame inzetbaarheid nu aan de slag en al een stuk verder dan de rest van het team. Leuk. Heel leuk. En één heeft er zelf al een andere baan intern gevonden, dus die is echt stap aan het maken. Yeah. En dat is heel mooi om te zien. En bij de rest die de training dus zeg maar niet hebben gevolgd, je krijgt wel echt handvatten om het gesprek erover op een zuivere, eerlijke, normale manier te voeren. Zonder dat het een gevoel geeft van, oh, ik moet nu iets bij de ander dan. Hè? Ja. Of ik moet nu gedwongen heel snel iets, maar dat je gewoon op een natuurlijke manier het gesprek voert. En wat is nou je grootste succes sinds het volgen van de training? Er zijn twee mensen uit mijn team daadwerkelijk die daadwerkelijk een andere stap maken nu. In de afgelopen 3 weken naar een andere baan zijn gegaan, intern. Ja. Dus daarmee zie je steeds meer beweging. En het grootste succes is eigenlijk vooral
dat het als thema op de kaart staat en dat mensen erover nadenken en mee bezig zijn en bewuste keuzes kunnen maken. Ja. Want op het punt dat je denkt van de keuze om niet te bewegen richting een andere baan is ook een hele legitieme keuze. Ja. Alleen, dat is een legitieme keuze op het moment dat je daar goed over na hebt gedacht en voor jezelf hebt besloten van dit is het voor mij. En als je het laat gebeuren en er niet over nadenkt, ja, dan is het iets wat er zomaar gebeurt. Dus de bewustwording is eigenlijk de grootste winst.